van. Ja, het publiek heeft quotes uit Nederlandse films en televisieprogramma's op briefjes geschreven. En die briefjes zaten in deze piñata. En die zullen Kim en Stefan nu gebruiken tijdens hun scène. Ik ben alleen wel even benieuwd, waar speelt deze scène zich af? Kijk op, alcoholcontrole. Jullie zijn bij de alcoholcontrole. Zo. Ja. Zo, goedemiddag. Heeft u gedronken, mevrouw? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, joh. En wat ruik ik dan? Wat jij ruikt, ja? Is het volgende. Ik heb geen alcoholverslaving. Ik heb een beetje een doseringsprobleem. Aha. Zat u maar eens even uit, mevrouwtje. Ah, oké. Okay. Hop, daar gaat. Zo. Pof. Ja, jongeman. Dan heb je gedronken. Nou, ik dacht, jij vraagt, kom de auto uit. Ik kom de auto uit. Ik loop in een rechte lijn naar je toe. En wat mijn vader altijd zei op zo'n moment. Mijn naam is de kok met CZK. Ja, jongeman. En als die jou gezien had. Mijn vader, had hij gezegd, wel mevrouw, ga mee naar het bureau. Heb je nog niet gedaan, dus. Oh, uw vader is de kok. U heeft hoge... Oh, ik ben al 3 jaar 1 ster, 1 streep. En ik word echt belachelijk gemaakt. Mensen die roepen de hele tijd naar mij. Hé, hey, jij daar. Toen was geluk heel gewoon. Ik schijn het geluk te verpesten. Ja, hallo. Dus zou je misschien met je vader, de kok, toch, kunnen praten? Zodat ik 2 streepjes erbij kan krijgen. Ja, dat wil ik van zoen. Ja. Maar ik ga jou 1 ding zeggen. Als jij dan me niet zometeen een proces verbaal opmaakt en daarin zegt... Buurman, wat doet u nu? Nee. Als jij me met 1 vinger aanraakt, want ik zie het wel aan je, met een geile blik in je ogen, dat jij mij wil pakken en een zwangere vrouw die nog ook gedronken heeft, dan kan je. Dat ga ik tegen mijn vader zeggen. En als mijn vader dit soort dingen hoort, is het eerste wat mijn vader zegt. Oh, buurman, wat doet u nu? Hij zegt dat weer. Ja. Nee. Nee, is zeker. Ik zal geen proces verbaal maken. Maar als ze dan misschien contact zou willen hebben, dan zal ik u gewoon omschrijven als... Weet je hoeveel dikke truckers ik heb moeten bevredigen om dit ticket te betalen? Dat schrijf ik op. Ja. Dan denken ze, het is een mop. Maar zonder een clue. Zonder een clue. Oké. Okay. Ik beloof het je, omdat je zo ontzettend lieve, mooie, knappe jongen bent... Ga ik een goed woordje voor je doen. Ik ga zo naar het bureau. En dan is het eerste wat ik zeg tegen de mensen op het bureau over jou. Goed heilig man, mol!